Hallo. Hoi. Dag Lore. Hey, hallo. Dag Lena. Hallo. Dag mama. Welkom in het Team Belgium Shuttle. Dank je wel. Ik ben Daniel. Ik ben ook een atleet. Maar vandaag heb ik het genoegen om de chauffeur te zijn en u veilig naar huis te brengen. Allee, merci. Dus, dank u wel. Ja, off we go. 11e plaats op de Olympische Spelen in het skateboarden. Hoe voel je? Goed eigenlijk, ja. Ik was wel tevreden. Ja, het was heel goed, hè. Ja. Hey, in het begin? Ja, ik was, vanaf dat mijn eerste run lukte, was het wel oké. Nu ben ik vertrokken, man. Ik was super content. Ik heb ook gehoord dat je tijdens de wedstrijd nog hebt laten adviseren door een concurrent eigenlijk. Ja. Door Kate, maar ja, een concurrent is een van mijn beste vriendinnen ook. Zij adviseerde mij van, als je nu een boardslide doet van de allergrootste rail, ga je zoveel punten hebben en heb je grote kans dat je in de finale gaat zitten. Dan ben ik er toch nog voor gegaan, de laatste trui. Ja. Ik had hem goed ingesprongen, ik had hem eigenlijk geland, maar wel weggeschoten. Ah, spijtig. Ja. Dus het laatste dat je voor een wedstrijd doet? Ik heb niet echt zo'n rituelen of zo, maar dat ik nu met deze wedstrijd had de beste vriendin van mijn mama, Patsy, en die had een gelukspoppetje meegegeven. Ja, en Patsy heeft dat blijkbaar al 30 jaar bij haar en ze heeft dat willen afstaan aan mij. En alles is gelukt. Dus, en je hebt ermee geskeet, echt? Ja, in mijn broekzak. Ik las ook dat je niet alleen voor het skaten naar Tokio bent gegaan, maar ook voor de sushi. Ja. Ja, het was wel lekker eten daar. Ik kon het buffet nemen wat je maar wou. En ik heb denk ik echt elke dag sushi en dumplings en noedels eten. Ja, daar ben ik echt jaloers op. En merk je nu ook dat je bekender wordt? Na die speel, man, dat was niet normaal. Je Instagram is ontploft, hè? Voor de speel had het iets van 34.000 of zo? 37.000. Ja. En nu zit je aan 100? 100.000. 100.000. Dat is echt niet normaal. Ik weet niet van waar dat komt. 60.000 erbij. Klets. Ja, sinds mijn deelname aan de speel heb ik wel superveel berichtjes gekregen. Zijn daar van die speciale berichten ook bij? Ja, of dat ik wil trouwen met hem. Of... Trouwen? Ja. Allee, I'm in love with you, love of my life. We should marry and have a lot of kids. Kisses from a poor Brazilian warrior. I love you, love of my life. You love you, love you. Wonderful girl, I love you. Oh, dat is niet normaal. En de Japanse gazet werd je uitgeroepen tot de mooiste atleet. Tot mooiste atleet? Ik ben blij dat ze weer thuis is zonder een Japanner. Heb je foto's trouwens? Ja, ik heb bijvoorbeeld een foto met Felix Naier en Afi Tian. Ah, ja? Dat waren onze twee vlaggendragers. Dus. Ah, met de vlaggendragers. Ja. Zijn precies een kleintje bij de rest? Ja, ik was echt klein in vergelijking met iedereen. Ze. Wat ga je hier als eerste eten? Frietjes. Staat dat vaak op het programma? Goh, één keer per week frieten of zo? Ja. Man, ik verlang er echt al dagen achter. Maar wat ga je bestellen? Mijn go-to bestelling is meestal gewoon zo'n klein pakje friet met satékruim. Dat is lekker. Een potje joppiesaus natuurlijk. Ja. En een biki wrap. Of een julienne. Kijk, ik heb er nu weer al zin in, hè. Romboutje. Nog nooit gegeten? Dat is maar Mexicano, hè. Mexicano en joppiesaus. Raar dat ik dat niet ken. Allee, dat klinkt wel echt niet slecht. Dan ga ik hem proberen. Ja. Ziezo, Lore. Terug thuis. Yes. Nogmaals, een zeer dikke proficiat. Ja. Maar nu vooral genieten van je prestatie. En van je frietjes ook. Ah, voilà. Dat is belangrijk. Now's the time.